Meer dan 6 maanden lang was opvallend van haar plek, de vrouw van Putten. Een lege sokkel was in Putten het enige dat achterbleef op de herdenkingshof ter nagedachtenis aan de razzia op 2 oktober 1944, waarvan 600 Puttense mannen nooit meer terugkeerden. Maar sinds maandag 27 augustus 2007 staat het beroemde beeld van kunstenaar Marie Andriessen weer op de vertrouwde plek, na een ingrijpende restauratie en conservering. Door koningin Juliane onthulde beeld werd tijdens een korte ceremonie teruggeplaatst. De tand destijds had de vrouw van Putten behoorlijk aangetast en dus ging het beeld ruim een half jaar geleden uiterst voorzichtig in de takels. Een gespecialiseerd bedrijf in Duitsland heeft het kunstwerk daarna geconserveerd